Ik wou nog even terugkomen op een thema wat gisteren dankzij Martijn aan bod kwam over het verschil tussen het ding zelf en het effect. Zoals je weet heet een van mijn boekjes De Vreugde van Verlichting. En een deel van de reden waarom dat zo heette was dat die Hans-character, waar die vandaan kwam, dat was, laten we zeggen, duisternis en neerslachtigheid. Als dat je default setting is en er komt een shift of de shift, vanzelfsprekend valt dan die neerslachtigheid en die duisternis die valt weg. Het effect van dat wegvallen op de body-mind was in dat geval vreugde. Maar dat betekent dus niet dat awakening of verlichting vreugde is. Het is het effect. Zo kan er ook het effect zijn van dat als je je heel geïsoleerd voelt en onverbonden, zoals afgescheiden wezens dat noemen, en er komt een shift of de shift, dat het als liefde voelt. Omdat je daarvoor liefdeloos was. Dus dan valt de liefdeloosheid weg of de aversie of haat of wantrouwen. Het effect daarvan is dat het systeem vol loopt met, oh ja, en ik wil alles omarmen en ik hou van iedereen. Maar dat betekent dus niet dat awakening of verlichting liefde is. Het is het effect op de body-mind. Het effect door het wegvallen van het negatieve manifesteert het positieve tegendeel. Dus het is by matter of contrast dat bliss, gelukzaligheid, liefde, dat soort dingen allemaal kunnen optreden. En de misvatting hebben doen bestaan, door de eeuwen heen overigens, dat dat het is. Daarom wordt er zo vaak over gelukzaligheid en bliss en universele liefde en weet ik veel wat allemaal gebazeld. En dat is fantastisch, want het is natuurlijk, het geeft aan dat er wel degelijk een verschuiving was. Maar het is niet het ding zelf. En we hadden het gisteren ook over neutraliteit en inzicht of Samsara die vroeg of ik ook het tweede boek van Franklin Merrill Wolf wilde bespreken. En die heeft een hele mooie term er op een gegeven moment voor. Van die onderscheidt ook van dat er een bepaald stadium is waarin de affecten vooral worden aangesproken. Dus liefde, gelukzaligheid, dus het emotionele respons. Daarboven onderscheidt hij een trap en hij noemt dat hogere onverschilligheid. En daar is het precies. Dus ik schrijf vroeger al die onverschilligheid met een hoofdletter. Toen ik nog spiritueel was, noemde ik het goddelijke onverschilligheid. Of iemand noemde dat en ik nam dat over. Maar aangezien ik een aversie heb ontwikkeld tegen dergelijke magische termen, omdat het gewoon menselijke vermogens betreffen en niet iets uit een ubersfeer of iets dergelijks, is hogere onverschilligheid is wel mooi. Wat dus aangeeft dat het niet de onverschilligheid van het ego is. Want de onverschilligheid van het ego is gewoon een defensiestructuur om niet geraakt te worden. Kan mij niks schelen. Doet me niks. Slaat nergens op. De persoon in kwestie die zich zo opgesteld is gewoon bang. Dat is oké, maar noem het dan bang en niet alsof je er niks om geeft. Dus daar wilde ik nog even op terugkomen. Bij deze gedaan. The floor is yours. Even daarop aansluitend, zou je dan kunnen zeggen, als wij de ene pool van negativiteit kennen, dat we ook de positieve pool mogen leren kennen? Of is dat dus een... Het lijkt erop dat dat gebeurt, alleen waar dus het risico in zit, is dat we eerst de ene pool te serieus nemen en denken dat dat het is. Dus bijvoorbeeld het leven is waardeloos en daarom ben ik gedeprimeerd. En dan gebeurt er iets en dan draaien we naar de andere kant. Het leven is geweldig en daarom ben ik altijd blij. Ja, dus het ene is het effectgevend in het andere in de voorgrond, zou je kunnen exact. Zeggen. En dat houdt ons dus in de dualiteit. En we komen niet bij dat transcendente punt waarin de dualiteit wegvalt. Gisteren nog wat nasudderend kwam omhoog gewetendheid.
Dat wetende, ik heb iets opgeschreven, dan kan ik het een beetje... Dat kan dus, het is een heel vreemd woord, maar gedragenheid zijn. En die gedragenheid is of het dus veel meer zakt omlaag, omlaag. Zodat het als ik dus het woord gedragenheid voel, wordt het ook wat stiller. Het heeft te maken met bestaansgrond. En je zou kunnen zeggen, het is ons geboorterecht, maar dat is ook weer een vreemd woord, want er is geen geboorterecht. Het is ons diepste bestaansrecht van ben. Mm-hmm. He? Ben. En er is geen bestaansgrond, er is ook geen geboorte, daar is het gewoon. En al fietsend hier naartoe, zag ik een reiger staan in het water. En het was of het binnenviel, die staat met één poot in het water. En hij is doodstil. Hij beweegt niet, hij is niet te bewegen door de wind of door wat ik want, maar hij is heel alert. En dat past eigenlijk heel mooi in dit beeld, wat... Ja. Nice. Wat zeg je? Nice. Leuk. Wel, nog één opmerking. Als wij het hebben over gedragenheid, hebben we het al over een diep voelen van het zijn. Maar het is nog wel vanuit de body-mind. Want nog een stapje dieper is die ook weg. Is er geen indruk meer dat er gedragenheid is. Dus vanuit de oppervlakte van ik ben een afgescheiden wezen voelen we ons ongedragen. Dus onveilig. Als we verdiepen, groeien, rijper worden, gaan we ons gedragen voelen. Maar we zien ons nog steeds als een ik. Wel een veel ruimer, stiller, wijzer, aanweziger, reigerachtiger, staand. En nog daardoorheen val je als het ware in of door de ingrond heen. Dat bedoelde ik dus met ben. Yes. Er zijn bijna geen woorden aan te geven, maar... Het lukt aardig. Oh, het klopt ook wat je zegt, want als het gedragenheid is, dan is er altijd twee. En dat is eigenlijk de voorkant waar we het gisteren ook over hebben gehad. Dat is dus altijd... Die achterkant is helemaal stil, net als de reiger, hè? Is het doodstil. Yes. En dan is het ook, dan is er geen grond meer waarop je staat, zou je ook kunnen zeggen. Hè? En dus ook geen houvast meer nodig. Ja, mooi. Dat is wel mooi dat Ans daarover begon en dat jij zei over die gedragenheid. Want ik had daar eigenlijk ook wel een vraag over. Nou, niet een vraag, ja, een beetje wel. Dat ik, wat jij zegt, dat je merkt dat je dan op een gegeven moment die gedragenheid gaat voelen. Dat je een vervulling en dat er iets groters is dan alleen maar dit. Maar er is nog steeds inderdaad heel erg een body-mind gevoel. Zeker. En er is nog steeds een gevoel van ik zit in een lichaam en ik voel me wel... Dat is niet slecht, want vanuit het ene punt is het progress, maar het is nog niet klaar. Nee, dat is duidelijk. Maar dat was ook een beetje mijn vraag. Is dat gewoon... ik kan niet anders bedenken dan dat je gewoon alleen maar kan in dat ik ben kan gaan proberen te wonen. Steeds meer, steeds langer. En dan was mijn vraag ook een beetje van jou van, wordt dat dan vanzelf
gaat dat vanzelf dan minder worden? Maar dat is ook, was ook een beetje jouw antwoord. Wat je dus krijgt is van dat het gevoel van gedragenheid, of hoe je dat verder wil uitdrukken, dat dat gewoon toeneemt. Want je wordt er gewoon volwaardiger wezen. Dus je voelt je nog wel een ik, maar het is veel ruimer dan ik. Dus ja. Het kalmeert, het wordt dieper, het wordt kalmer, het wordt helderder enzovoorts. Maar er zit nog steeds, en als ik maar zeg, klinkt dat meteen als slecht. Maar het is helemaal niet slecht. Ik wou dat iedereen zo was. Rond en compleet en volwaardig enzovoorts. Dat is fantastisch. Alleen vanuit het perspectief van awakening of verlichting is het nog steeds de kern ervan een gevoel, ik ben iemand. Nu niet meer zo neuroot als daarvoor. Dus heel veel is al weggevallen, heel veel voelt al compleet en vervuld en er zit een tevredenheid in enzovoort. Maar de kern is nog steeds, ik ben iemand. En dat is het verschil tussen de volwassen modus en de wakkere modus. Daar is dat gevoel iemand te zijn er niet. Of het komt hooguit op, net zo goed als een vogel voorbij komt. Maar het is niet meer van mij. Nee. Je weet dat je alles waarneemt en dat het allemaal gewoon gebeurt en dat er niemand is. Maar toch is er nog steeds zo'n pit van... Yes. Die ik is nog niet verschoven helemaal naar die kant. Het voelt nog steeds alsof ik op zijn minst half een iemand ben. Ja, inderdaad, half een iemand, ja. En yes. That's fine, dus that's progress. Dus daar kunnen we dankbaar en blij voor zijn. Tegelijkertijd, als we nog levensenergie hebben, daar niet stoppen. Dat je daar beter niet kan stoppen. Go on. Je weet gewoon, dat is helemaal niet af. Yes. Dat weet je gewoon. Eerlijk, dan weet je dat. Ja. En dan neem je daar dus geen genoegen mee. Nee, maar dat kan ook eigenlijk niet, want het is niet... Kan wel. I've seen it happen many times. Ja, maar het is niet af. Klopt. En desondanks kunnen we soms tevreden zijn, of kunnen sommige mensen tevreden zijn met iets wat niet af is. Mensen die in een half af huis wonen. Anything goes. Met van die half affe kinderen. En je denkt van nou, doe maar weg, neem een nieuwe. Maar... Ja. Nou, er toch aan vast. Is het een grapje. Soort van. Lach. Ga door. Nee, het enige wat me nog wel eens bekruipt is een gevoel van je weet niet of het ooit in die zin ja, helemaal af wordt het nooit. Want het stopt nooit, maar je weet nooit of het... gebeurt of niet gebeurt. Nee. Dat weet je gewoon niet. En de moedige, zal ik maar zeggen, trekt zich daar niks van aan. Of het nou gaat slagen of niet, ik zal mij ervoor inzetten. Ook denk ik omdat je wel andere veranderingen ziet. En daar ben je ook een soort van al dankbaar voor. En dan, dat is eigenlijk al de moeite waard, zeg maar. Ja. Ja, dankjewel. Yes. Er is heel veel angst, dus ik dacht ik wil erop af. Heel veel angst om hier te gaan staan en niet precies te weten wat ik ga zeggen of wat dan ook. In een groep, dat is denk ik mijn allergrootste angst. Ja, vooral bij deze klierbakken. Ja, precies. En ik merk dat op heel veel vlakken dat ik de schijnbare controle behoorlijk heb los kunnen laten. Of is weggevallen.
En dat is echt heerlijk. En, maar op dit stuk zit er heel veel schijnbare controle. En het is sterker dan ik dacht. Ik dacht dat ik er een beetje overheen was. Maar ik merk dat dus vooral in deze setting het heel erg omhoog komt. En ik denk dat ik daar dat daar nog veel te leren valt. En vooral te voelen. Dus gewoon goed kijken bijvoorbeeld van hoe die controlemodus aanvoelt. Mm-hmm. Wat het feitelijk oplevert. Want de suggestie is, hou controle, dan blijf je veilig. Maar ja. Feitelijk, you feel miserable. Ik heb ook zo'n koppijn ervan de hele tijd. Wat ga ik zeggen? Hoe ga ik het zeggen? Dat is zo... In plaats van gewoon op te staan, naar die microfoon ja. te lopen en te kijken wat er gezegd gaat willen worden. Mm. En misschien wel niks. Ja. Nou hè. Ja, want van tevoren speelt dan elke keer een scenario, elke keer een andere en elke keer een heel niet fijn scenario, dat ik me heel kut voel en dat ik me en dat niet gaat zoals ik dan had gewild. Maar nu ik hier sta, denk ik van, wat is nou eigenlijk het probleem? Voilà. Het is zo niet realistisch. En ook al is er dan een spanning, het is helemaal, de spanning van tevoren is veel erger. En zo, en die hoofdpijn is ook veel erger dan gewoon even hier naartoe te lopen. En wat we dan ook vaak nog zien, is dat we vrezen dus iets, waar dus al die overdrijvingscomponent in zit. En dan gaan we het uitstellen, mm. uitstellen, waarmee we het lijden gewoon veel langer maken dan gewoon hup erop af, boom, doen, ja. kijken wat er van komt. Dus ja. daar kunnen we er ook van leren. Als we hier dus iets van leren, was het niet verkeerd. Mm-hmm. Als we het blijven herhalen, ja, dan waren het lessen die blijkbaar niet aan ons besteed zijn. Mm-hmm. Dat is verkeerd. Ja. Dus we leren, als het gaat over de juiste impuls opvolgen, zowel van wanneer we dat wel doen, als van wanneer we het niet doen. En het heeft geen zin om ons op de kop te gaan geven. Ik moet gewoon bereid zijn te leren. En dus zal ik merken dat ik me soms iets voorneem en dat het er niet van komt. Oké, laat ik dan kijken wat de effecten daarvan zijn. Dan leer ik er nog van. In plaats van, oh, en ik had B, en ik had me voorgenomen en wie A zegt moet B zeggen. Dan ja. leer ik weer niks. Mm-hmm. Dan heb ik twee fouten. Dat is ja. jammer. Van iets, ik neem iets voor, het komt er niet van. Oké, laat ik kijken hoe dat functioneert, wat dat oplevert, hoe dat voelt. Oh, ik voel me eigenlijk teleurgesteld in mezelf. Oké. Heb ik zin om me vaak teleurgesteld te voelen? Nee, dus misschien kan ik de volgende keer beter gewoon, ook al ben ik bang, de stap zetten. Ja. Ja, en dat uitstellen, dat kwam gisteren helderheid over. Dat de hele tijd doe met... intuïtie, zeg maar, dat als er een impuls komt van, bij mij is het dan vooral dat ik wel iets moet zeggen. En dat is dan heel helder wanneer dat moet of wanneer dat komt. En dan denk ik, ja, dat doe ik straks wel, dat doe ik straks ja. wel. Met heel veel dingen, ook met mensen één op één. En dan wacht ik dus te lang en dan is die impuls er weg. En dan roept mijn ego van, zie wel, dat had je niet goed gehoord ja. of zo, maar later blijft. En soms ga je het dan alsnog doen. Dan blijkt de window of opportunity gewoon voorbij. Dan wordt het aanrammelend gebeuren of het wordt niet ontvangen. Of omdat timing is everything. Ja, weet je wel, als we het muzikaal, dat zal je aanspreken. Je zit in een band. Mm-hmm. Dan moet dat cis-akkoord op een bepaald moment, niet zomaar ergens. Van, oh ja, nu moet het cis-akkoord. Nou nee, dat kan dadelijk ook nog wel. En dan zijn ze inmiddels een heel ander stuk. Tring! Nou, als je dat vijf ja. keer doet, leg je eruit. En mm-hmm. terecht. Ja. Dus ik kan wel spelen, maar het is constant gewoon... met de goede akkoorden op het verkeerde moment. Ja, weg ermee. Dat is met dit ook. Leven is gewoon muziek maken. En de puls komt, je slaat het akkoord aan... en je ziet wel wat er van komt. De rest van de band, de anderen dus, reageren daar wel op. En dan kijken we wat dat zo oplevert. Meestal als ik hier ga zitten, heb ik geen idee wat ik wil zeggen. Als ik wel iets wil zeggen, dan moet ik het opschrijven. Mm. Anders vergeet ik het. Want dan is het gewoon zo hier dat ik niet meer weet. Dan is er nog zo hier een stemmetje van, je zou nog
Maar die is het dan ook al kwijt waar het over ging. Maar als ik het opschrijf, dan lukt het. Dus weet ik van in zo'n geval, omdat ik daar nog op dat thema even terug wilde komen, moet ik dat eventjes noteren. Dan vergeet ik het niet. Vaak zegt Niek ook dingen wel eens tegen me van je moet even hier aan denken om iets te zeggen over het een of ander. De helft van de tijd denk ik er niet aan. Ik ben aan het muziek maken en ik ben vergeten dat er ook nog een reclameboodschap doorheen moest. Of een praktische overweging die van belang is. Dan zou ik het opschrijven. Ja, en ik heb ook ervaren dat er zelfs meerdere mogelijkheden komen als ik het niet heb gedaan, wat ik wel moest doen, dat er dan nog een kans komt. Soms. Maar op een gegeven moment houdt het wel op, ja, heb ik gemerkt. Exact. Ja. Plus, als we onszelf dus een genoegen willen doen, dan komt een puls, beter gewoon meteen doen. Want hoe langer dat tijdsvlak dus, wat ik al zei, hoe langer het lijden. Want dan zit ik een dag te stressen over iets, of weken. En dan wordt het eigenlijk alleen maar moeilijker. Hoor. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Plus, als mensen de neiging hebben to procrastinate, om voor zich uit te schuiven, doen ze dat meestal op meerdere levensterreinen. En dan heb je overal van die stapels wasgoed liggen, zou ik maar zeggen. Herkenbaar. Ja. En dan heb je helemaal zoiets van, oh god, en de keuken moet opgeruimd en de belasting ingevuld en ik moet nog 16 telefoontjes plegen en laat maar, het is allemaal te veel. Waardoor het nog erger en erger en erger wordt. Mm-hmm. It's not good. En dan willen we van het lijden af, zeggen we. Met deze hand proberen we het lijden op te ruimen en met deze hand creëren we het. Ja, dat schiet lekker op. En ik wou je nog even bedanken, je hebt mij het laatste setje gegeven dat ik gitaar ben gaan spelen. Dus ik ben heel blij, voelt echt zo goed. Oh, godzijdank, ik heb zo'n hekel aan Joek. Dat is echt verschrikkelijk. Ja, mijn dochter ook altijd met dat ding tringtringen van, oh man. Ze hebben gitaren bedacht. Een keertje kan, hè, tringtring. En dan een instrument graag. Ja, ik ben er echt heel blij mee, dankjewel. Goed zo, fijn. Can't wait to hear it. Ze kan heel goed spelen en zingen, dat is het probleem niet. Over dat momentum wat ontstaat wanneer je erin springt. Maar dat is echt iets radicaals inderdaad. Want als je daar de hele tijd in zit, daar verdwijnt heel je story of wat dan ook. En dat merk ik nog steeds van, wow, dat schuurt. Ik verras mezelf nog heel de tijd in. Dat ik zo, wow, dat geeft enorme vrijheid. Maar soms zie ik dan nog eens, soms een, ja, links of rechts een vastpakken. Ja, dat wordt dan ook weer gezien. Dat hoort er ook bij. Maar wel cool als je dat spelletje een beetje in de gaten krijgt. Van, oh ja. Ja. Dan kom je er gaandeweg achter dat je niet bent wat je dacht dat je was. Dat het allemaal te beperkte, bijna dode beelden zijn. Ik ben zus en zo. Vooral als je jong bent is dat een beetje raar om te zeggen. Want, je weet de helft nog niet van wat erop zit allemaal. Cool. Ik kwam nog iets op dat het ook te maken heeft met altijd beschikbaar zijn. Want ik denk dan te willen dat ik altijd beschikbaar wil zijn, maar als er dan een impuls komt van nu, dan nee, nu even niet. En dat is niet eerlijk en niet. Nou ja, het dient je belangen niet. Ja. Het mag wel, want verder het bestaan komt niet in opstand. Maar het is gewoon niet handig. En die beschikbaarheid, die daar is een vrij subtiel iets. Dus ik hoef niet de hele tijd te gaan zitten opletten of er een impuls komt. Ik ben gewoon
En die beschikbaarheid die loopt gewoon overal doorheen. En er komt een impuls op. En als ik wijs genoeg en in tune genoeg ben, zal ik hem opvolgen. Zo niet, dan kom ik daar vanzelf achter. Doordat het een beetje stroef wordt. Of dat ik eraan herinnerd word. Of dat je erachter komt dat je iets vergat. Het is meestal niet eens een ramp. Maar het is handiger om gewoon meteen mee te bewegen. Ja. Ja, het is ook nog dat ik merk als ik te veel aandacht besteed aan de mind, zeg maar, of mijn gedachten, dat die er dan heel erg tussen zit en dat ik het bijna niet hoor of voel. Dus het is ook echt waar mijn aandacht naartoe gaat. En het leuke is dat we erachter komen dat we op meerdere levels tegelijk aanwezig kunnen zijn. Dus het is heel goed mogelijk om, laten we zeggen, over iets technisch na te denken. Maar het intuïtiekanaal gewoon ook open hebben staan. En ineens komt het ding. Oké, stop dit. Wat gebeurt hier? Oké, dit moet nu even geparkeerd worden. En er is nu even dat nodig. Oké, en dan kunnen we er naar terugkeren en verder. Net zo goed als je ook kunt nadenken terwijl je onderwijl je eten aan het verteren bent. Het is niet of-of. Dus het principe van gelijktijdigheid zit daar ook in. We zijn multi-layered beings. Dus er gebeuren allerlei processen op verschillende niveaus. En wij denken heel erg in, ik heb of hier of daar aandacht voor. Ja. Nee, het is gewoon een oor open houden. Ik bedoel, als je aan het lezen bent en de deurbel gaat, die hoor je toch ook. Maar je hoeft toch niet de hele tijd van, gaat de deurbel. Thanks. Hi. Het was net dat stukje over de window of opportunity. Als het gaat om het CIS-akkoord op het juiste moment spelen, dat raakte wel een snaar. Ik merkte gelijk, daar zit nog iets wat, waar die strategie zeg maar faalt. Ik merk wel dat het steeds meer lukt om wel alsnog zeg maar gehoor te geven aan die impuls. Maar wel inderdaad met uitstellen. Dus dat het voorbeeld van gisteren, toen ik naar huis ging. Toen was er een stukje plastic wat dan op straat lag. En de impuls was, nou, ik pak het op en gooi het in de prullenbak. Want het zag er verder schoon uit. Maar ik dacht wel even van, oh, gaat er weer gek uitzien of zo, dacht ik. En dan doe ik het toch niet. Terwijl ik al weet van, jongen, dat heeft toch een soort van, dit zeg maar, hè, heeft hem toch beet. Maar het lukt wel om steeds eerder gewoon te zeggen van, ja, het is bullshit. No one's gonna hurt you. Dit hoort gewoon bij je. Ja. Dus en doe dat ze er maar iets van vinden. Ja. Ja. Dat doen ze toch wel. Het lijkt niet eens meer mee te spelen in die zin dat die angst gewoon nog zijn programmaatje draait. En dus dat die beweging gewoon zeg maar minder mijn nek heeft. En dat mag steeds minder worden eigenlijk. Maar dan mag ik nog wel, denk ik, een tandje meer. Altijd. Ja. Er is altijd ruimte voor verbetering, ook al is alles perfect. Ja. Ja. Oké. Dank je. En we zullen overigens van... Ik zei al, ik weet niet of dat dit weekend was of van de week een keer, dat ik in de Tao van Hans heb ik een stukje over dat wijsheid een vermogen is. En dat betekent dus niet dat iemand op een gegeven moment wijs is en dat dan alles klopt. Hij heeft het vermogen om die kloppendheid goed te vinden. Mm. Maar iedereen zal momenten kennen, hoe wijs of wakker die ook is, dat hij even net te laat is of een nootje verkeerd speelt of een akkoord vergeet. We worden geen feilloze, perfecte wezens. Maar we kunnen in ieder geval wel, laten we zeggen, trainen om zo afgestemd mogelijk en de gitaar zo goed mogelijk gestemd en de timing, dus het maatgevoel te hebben. Mm-hmm. Perfectie, ja, komt soms voor heel eventjes. Maar ik merk zelf ook nog, en het zijn dan ook van basically van die kleine dingetjes, er komt een impuls, maar ik ben al 3 stappen verder en oh... Ik had even geen man overboord, geen serious issues, geen grote gevolgen. Maar soms merk je van, oh, wacht even, eigenlijk wist ik dit. Ik had eerst dat. Ja, en dat doet mij gelijk weer denken aan ook dat
Dus wat je een keer zei, de perfectievalkuil, dat je daarvoor moet waken. Want yes. Voordat je het weet, geef jezelf op de kop inderdaad. Voilà, je, ja. Voilà. En daar ben ik dus blij om, dat ik hier merk dat als ik dus constateer dat ik een impuls van 3 seconden geleden niet goed gelezen heb, dat er dan niet komt van, jongen, moet je hem nou zien, de wijze uit het oosten, wat een cirkel. Er is gewoon de constatering, oh, oké, I knew this. Het vraagt wel een hoop fine-tuning, denk ik. Van het, yes. En de acceptatie ook, of het inzicht, dat we feilbare wezens zijn. Mm. En alles is ook een energiespel, dus het kan ook zijn dat er soms een impuls komt, maar er gebeurt in de omgeving iets anders, wat een krachtiger energie heeft. Dan gaat waarschijnlijk de aandacht eerst naar de krachtiger energiebron of situatie, en dan naar dat andere dingetje, wat ook even iets riep. Want soms gebeuren er meerdere dingen tegelijk. En dan moet er in een flits van een seconde besloten worden, niet hier, maar gewoon door het hele energiesysteem, van wat prioriteit krijgt boven iets anders. En soms gaan niet 3 dingen tegelijk. En soms wordt er 1 van de 3 geofferd. So be it, it's not a mistake. En een ander organisme zou de prioriteiten in een soortgelijke situatie misschien net anders leggen. Prima. Ja. That's fine. Maar als het maar 1 puls is, we better act. Dat is simpeler. En ook op energieniveau. Van op het moment dat je daar loopt en de puls komt van raap dit op en je doet dat gewoon, kost het bijna geen energie. Dus ook vanuit Hollandse zuinigheid is het handiger om het meteen te doen. Mm-hmm. Want nou heb je 5 stappen en dan shit. Het kost allemaal veel meer energie dan gewoon even. Ja, ik merk ook sowieso dat al die spanningen ook heel veel energie vragen, wat je zegt. Maar dat merk ik al jaren, dat het een soort dufheid ook. It's a waste. Maar tegelijkertijd, want dit soort dingen, als het gaat van, ik noem het bijna persoonlijke ontwikkeling, dat kan tegelijkertijd lopen met aandacht bij het zijn houden. Uiteraard, wat dat betreft. Dat, ja. Dus volwassenwording en proberen wakker te worden gaan heel goed samen. En die bijten elkaar niet. Alleen moeten we daar weer het onderscheidingsvermogen gebruiken, dat wanneer de puls komt om gewoon te verzinken in zijn, of de aandacht aan bewustzijn te schenken, dan moet ik dat doen. En niet proberen iets te gaan zitten doorvoelen of lezen. Dus die eerlijkheid en dat onderscheidingsvermogen blijft gewoon cruciaal. Wanneer moet er, laten we zeggen, open zijn voor de directe weg? En wanneer moet er gewoon iets ontwikkeld of getraind worden of geoefend worden van oké. Dus dat moeten we goed onderscheiden, want we hebben heel erg de neiging allemaal om het juiste op het verkeerde moment of het verkeerde moment voor het juiste te kiezen of de volgordes om te draaien omdat we denken het beter te weten. Ik kwam erachter dat ik het niet beter weet en dat het dus handiger is te luisteren naar de impulsen. Dus als ik stil moest zitten verdwijnen of verzinken, dan gaandeweg, want dat deed ik aanvankelijk ook allemaal verkeerd, dan gaf ik daaraan toe, ook al had ik eigenlijk zin om te lezen of iets anders te doen, van oké, I better listen. Het energiesysteem weet beter wat nodig is op dit moment dan die Hans character. Ja. En zou het dan helpen om gooi maar van, hè, op zoveel mogelijk momenten, als er ruimte is, als er dus een soort van ambiguïteit is van, er is niet per se een prikkel of wat dan ook, een uitnodiging, om dan gewoon even stil te staan en te vragen van, oké, als ik eerlijk ben. Back off a little, even stil worden en luisteren of desnoods vragen wat nu. Dat is een raar en een beetje dualistisch dingetje, maar het kan helpen. We kunnen intuïtie gewoon benutten als die de signalen geeft. We kunnen ook even stoppen als we het niet weten. En gewoon wat nu? Dat is gewoon een uiting van bereidwilligheid. En dan gewoon stil zijn, kijken welke impuls komt. Oké, helder. En als er geen impuls komt,
Nou, dan doe je gewoon wat je noodzakelijk acht of leuk vindt. Ja. Als intuïtie mij niks vertelt, er moet dit of dat, dan vat ik dat op als dat ik vrij heb. En dan kan ik gewoon doen wat ik zin in heb op dat moment. En als dan de spreekwoordelijke deurbel gaat, dan ga ik open doen en kijken wat ze van me moeten. Ja, de impuls dat ik vrij zou hebben, die komt eigenlijk nauwelijks op. Maar dat komt omdat ik niet hard genoeg werk. Het goede nieuws is dat hoe verder we uit elkaar vallen of vorderen, of net hoe je dat zeggen wil, hoe meer we verdwijnen, hoe meer vrij we krijgen. Vandaar dat ik wel eens roep dat ik al jaren met pensioen ben eigenlijk. Klus er nog een beetje bij zo. Oké. Okay. Ja. Cool. Dankjewel. Thanks. Deze vindt het helemaal niet leuk om aan te geven wat er dan op zo'n moment met hem gebeurt als je over zo'n microfoontje staat. I'm fucking scared. Ja. Ik was echt, dan loop ik terug en dan zit hij daar even nog een paar minuten gewoon letterlijk na te beven. Shivering. Bizar. Dus was even kijken wat hij me bedoelt als je het uitspreekt. En, ja, ik voel me kwetsbaar. Maar ik weet ook dat ik daar allemaal achter zit. Dus ja, laat maar gebeuren. Laat hem maar bibberen dan. Zelf komt er wel een keer ontspanning. Ja. Iedereen zit heel afkeurend te kijken naar je. Ja, dat... Dat wordt hier gezegd, ja, maar dat, ja. Ja, kwetsbaar durven zijn. Er is een beetje moed voor nodig, volgens mij. Ja. Ik merk dat er nu een lichte sprankeling ook wel ermee wordt gegoten. En tegelijkertijd voel ik nog steeds een beetje gebibber. Op een gegeven moment dan is het heel fijn dat we geen moeite meer hoeven doen om ons een houding te geven. Dan gaan we gewoon staan zoals we zijn. Ja, waarschijnlijk probeer ik nog een of ander verhaaltje hoog te houden van... Het is geen verwijt of zo. Het is gewoon onzekerheid. Net zo oké. En de enige manier om daar inderdaad doorheen te komen is je daardoor niet te laten weerhouden. Nee. Het is geen schande om onzeker te zijn. Het is wel een schande om daarvoor te buigen. Yes. Maar verder kan er iets met die plek aan de hand zijn natuurlijk. Waarschijnlijk ligt dat in mij, maar... Ik blijf weerstand gewoon opzoeken en dat... Yes, good for you. Ja. Thanks. Kom ik weer. De impulsen vanuit de voorgrond en de impulsen vanuit de achtergrond. Wat is het verschil en wat is de overeenkomst? Wat denk je? De voorgrond heeft vaak te maken met een belang erin. De achtergrond valt het belang weg, is het open en ontstaat het. Yes. En dan gaat het over wat adequaat is. En niet per se wat mij uitkomt of wat mijn sociale of financiële belangen dient, maar gewoon wat juist is. Maar zelfs die vraag valt dan eigenlijk op. Ja, die is er niet. Maar die puls, die trekt zich dus niks aan van mijn socio-economische gezondheidstoestand. Nee. Die zegt gewoon, doe dit.
Omdat dat het meest passend is in de totale setting. Ja, waardoor dus vanuit die achtergrond alle spanning ook wegvalt. Yes. En dan worden we dus, je kunt het eens koppelen aan die hogere onverschilligheid. Op dat moment ben jij of ik onverschillig naar wat verder de uitkomsten ervan zijn. Het gaat er gewoon om dat deze handeling plaatsvindt of dat dit of dat gezegd wordt. De resultaten zijn verder niet relevant. Het gaat erom dat het gebeuren moet. Waardoor het zijn natuurlijke gang kan gaan en natuurlijke gang is. Yes. Yes. Ongeacht de respons die erop komt. Ja. Terwijl als het uit die voorkant is, daar kan ook iets gebeuren wat nodig is. Maar dan zit er altijd bij van, oeh, als dat maar goed gaat. En oeh, als het maar geapprecieerd wordt. Of als het maar iets oplevert. Of als het maar niet misgaat. Vanuit die achtergrond speelt gewoon geen rol. Nee, dus de achtergrond zou je kunnen zeggen, is altijd neutraal. Yes, exact. Dus dan leeft het leven. Yes. Zoals het leeft. En heel veel is nog leuk om eraan toe te voegen voordat we denken dat we de godsganse dag intuïtieve impulsen krijgen. Nee, dat is maar soms. Want de meeste dingen in ons leven, die zijn niet zo van belang. En de meest heel veel dingen in ons leven, daar zijn we al bekwaam in om te zien wat de sequentie is of wat de prioriteit heeft. En die kunnen we al goed. Want we zijn niet helemaal klungels de hele tijd. Dus een hele hoop dingen, daar is die intuïtie of die ingeving helemaal niet meer nodig. Je weet prima van eerst dit en dan, huppakee. Op sommige momenten is het wel nodig, van dan weten we het blijkbaar even niet en dan kan zo'n puls komen. Of kunnen we desnoods tijdelijk daarom vragen, wat nu? Gewoon even erkennen, dat is eigenlijk wat daar gebeurt, dat ik het niet weet. Dat is geen schande. Of erkennen wat er speelt. Yes. Het speelt ook vaak, wat je te straks ook zei, op verschillende dingen tegelijk. Hè? Yes, yes, en op meerdere levels. Ja. Zeker. En om dan ook dat te zien, zou je kunnen zeggen, dan komt daar vanzelf wel iets uit. Yes. Maar inderdaad, de erkenning is wel belangrijk. Net als van, daar gaan staan en ik voel me onzeker. Het erkennen ervan is al een handeling, een daad op zich die van belang is. Het zou slecht zijn om net te doen alsof het er niet is. Nee, ik voel me niet kwetsbaar. Ja, je doet. Liar. Ja. Geduld speelt er ook natuurlijk een rol in, hè? Zeker. Maar vanuit die achtergrond komt die meteen. Want geduld is iets van de voorkant. Ongeduld, zou ik zeggen. Ja, goed. Ongeduld. Maar de achtergrond, die heeft dus dat helemaal niet. Want ik wil zeggen, daar is dat niet. Nee, exact. Vandaar dat de dingen die vandaar komen altijd juist getimed zijn. Het heeft geen haast, maar het is ook niet te traag. Het is gewoon spot on. Het mooie is als ik bijvoorbeeld 's morgens wakker word, dan zie ik heel vaak dat dat gebeurt. Gewoon een impuls. Ja. Mooi. Ik zat net met mijn ogen dicht te luisteren en het was heel mooi dat het maakte me eigenlijk niet eens meer uit wie wat zei. Het zijn gewoon klanken die tot je komen. Je weet niet waar ze vandaan komen, je weet niet waar ze naartoe gaan, van wie ze zijn. Het maakt ook eigenlijk niet uit, zinnig, onzinnig. En ik snap dat je niet de rest van je leven als een blinde door het leven kan lopen, maar het was wel heel mooi. Om dat verschil te ervaren van, als hij dat, die persoon, laten we zeggen, een soort, nou ja, niet uitschakelt, maar als hij even niet van belang is, dan komt die ruimte er. Yes.
En dan, ja, weet ik veel, dan komen die impulsen vanzelf op. Alleen die ogen, ja, dat is dan, neem maar bij de meesten, zo belangrijk. Dat we hongerig de wereld ingaan. Dat wil ik, dat wil ik. Maar doe die luiken dicht. Jezus, is het opeens heel anders. Ja. En dat is eigenlijk, ja, ik vond het wel fascinerend om dat gewoon te ervaren. Van, het is gewoon onpersoonlijk wat er naar binnen komt. Dat is de grap. Ja. Ja, mooi. Ja. Ja. Ja, het is een soort, ik snap het, ik ga straks weer met mijn ogen open, ga ik naar mijn stoel toe. Maar het is wel een hele goede oefening voor mij om ja, niet zo belangrijk te zijn, maar meer nieuwsgierig te zijn. Wat gaat er naar binnen komen? Yes. Want dat weet ik niet. Ik denk dat je over het algemeen, je merkt het ook bij mensen als ze muziek luisteren of naar een concert gaan of iets werkelijk proberen te voelen, dat automatisch die ogen dicht gaan. Want wij zijn visuele wezens, dus heel veel energie gaat naar buiten om alles in de gaten te houden. En dan zijn er twee manieren om heel dicht hier te blijven. Is gewoon die ogen dicht doen. Of een heel flink end. En dan kun je eens mee experimenteren. Gewoon naar achter gaan met de aandacht. Dan wordt het hier ook stil. En dan merk je dat die ogen, die staan nog wel aan. Maar op een veel minder grijperige manier. Dan wordt nog steeds geregistreerd, maar het is niet dit. Daar lijkt het op. Ja. Back off. Maar als mensen echt willen luisteren naar iets in een concert of zo, dan gaan ze ook helemaal. Want je kunt dan veel beter voelen gewoon. Veel beter tot je laten komen. Ja, dat klopt. Vanmorgen liep ik door een groot bos en opeens loop ik lekker vogeltjes fluiten en het was lekker warm weer. En opeens ontdek je van, ik loop langs een hek en denk, en die is een heel kleintje, van dan laten we een meter of twee, weet ik veel, zoiets hoog, lekker hoog, een heel lang. En ik, Jezus, loop ik eindelijk in een mooi bos, moet ik weer zo nodig langs een hek lopen? Kan je niet een ander weggetje verzinnen? En opeens dacht ik aan jouw woorden van, ja, een warrior, niet dat ik hem nou ben, maar een warrior, die gebruikt dus alles. En dacht ik van, oh, wacht eens even, als ik naar die achtergrond ga, oh, dan doet het er niet meer toe of dat hek er nou wel of niet is. Yes. En ik kreeg nou toch wat, dus ik liep met mijn oogjes open. Oh, mooi hek. Ja, ja, is gewoon hartstikke mooi. En was het hek geen probleem meer. En toen ik dat een soort langzamerhand tot besef kwam van, ja, ja, alles mag er zijn, toch? Hek, dat verdwijnt rechtsaf of linksaf en ik ging gewoon rechtdoor. Ik denk, nou, is er geen hek meer? Zonnetje straalt door die bomen. Ik denk, Jezus, man. Ja. Fantastisch. Ja. Dus ja, ook die achtergrond. Ja, het is even meer bewust worden, zeg maar. Yes. Ja. Ja, ik vond het wel een heel mooie belevenis. Dat zo'n hek, een soort letterlijke begrenzing tussen, laten we zeggen, het persoonlijke. Hè? En die ingrond, die whatever. Mm-hmm. Ja, dat vond ik wel heel mooi om dat zo te ervaren. Ja. Ja. Nou, mijn oogjes open, die kant op. Goed. Pauze.